Welkom in My Declaration. Laat ons samen ontdekken hoe deze applicatie werkt en hoe je gemakkelijk je online aangifte indient. Eerst bekijken we de homepagina. Hier zie je de naam van je bedrijf en het lidnummer. Doe je de aangifte voor verschillende bedrijven, dan kan je hier het bedrijf selecteren waarvoor je de aangifte wil invullen. Na het doorsturen van de aangifte kan je een volgend bedrijf selecteren en zijn aangifte invullen. Het menu Facturen geeft je een overzicht van de facturen met hun nummer, de datum en het bedrag. Je kan er ook een kopie downloaden in PDF-vorm. Laten we nu het menu Declaraties nader bekijken. Je vindt er een overzicht van de aangiftes die voorgaande jaren zijn ingevuld. Indien nodig kan je een gewenste aangifte op het scherm raadplegen of afdrukken. Om je aangifte voor dit jaar in te vullen, klik je op Declaratie toevoegen bovenaan rechts. Bevatte je vorige aangifte minder dan 25 ton eenmalige verpakkingen, dan kan je kiezen voor een vereenvoudigde aangifte op basis van je omzetcijfer. Let wel, kies je voor de vereenvoudigde aangifte, dan kan je geen aanspraak maken op de bonus voor het gebruik van eenmalige kunststofverpakkingen met gerecycleerd materiaal. Lees daarom de informatie op deze pagina aandachtig alvorens de keuze te maken. Kies je voor je de vereenvoudigde aangifte, dan volstaat het om de omzetcijfers van de desbetreffende jaren in te vullen en de gegevens op te slaan. Het systeem berekent automatisch de gewichten van de verpakkingen die je moet aangeven op basis van de evolutie van het omzetcijfer met dat van het jaar voorheen. Het enige wat je nog rest te doen is naar de laatste stap te gaan om de aangifte door te sturen. Maar laat ons samen ontdekken hoe je een detailaangifte invult. Hiervoor kies je de optie Detailaangifte en klik je op Declaratie toevoegen. We begeleiden je stap voor stap tot aan het doorsturen van de aangifte. In de eerste stap meld je de eenmalige verpakkingen. Gaat het om je eerste aangifte? Voeg dan bij de betreffende verpakkingsverantwoordelijkheid eerst de productgroep toe, selecteer het verpakkingsmateriaal en geef de primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen in. Heeft je bedrijf verschillende activiteiten? Ga dan voor elke activiteit op dezelfde manier te werk. Diende je vorig jaar al een aangifte in, dan worden de gegevens van die aangifte automatisch op het scherm getoond. Je kan ze als referentie gebruiken voor de huidige aangifte. Zie je die informatie liever niet op het scherm, dan kan je deze functie gewoonweg desactiveren. Het volstaat nu om voor elk type verpakkingsverantwoordelijkheid de gewichten van de verpakkingsmaterialen van je huidige aangifte in te vullen. Moet je een materiaal melden dat vorig jaar niet in de aangifte was opgenomen, klik dan op Materiaal toevoegen. Gebruikte je vorig jaar kunststofverpakkingen, gemaakt met tenminste 30% post-consumer recyclaat, dan zal je die hier als nieuw materiaal kunnen aangeven. Selecteer het materiaal Recycleerbaar kunststof met recyclaat en vul het gewicht in de kolom in kwestie in. Dit materiaal kan ook onder verpakkingsverantwoordelijkheid type B en C worden aangegeven. Gebruikte je echter kunststofverpakkingen zonder recyclaat of met minder dan 30% post-consumer recyclaat, dan geef je hun gewicht onder recycleerbaar kunststof aan. Gebruikte je zowel kunststofverpakkingen zonder recyclaat als kunststofverpakkingen met recyclaat, geef deze dan als afzonderlijk materiaal in. Om een materiaal te verwijderen, klik je op het vuilbakje en bevestig je het verwijderen. Let wel, als het materiaal ook al in je vorige aangifte stond, dan zullen enkel de gegevens van de huidige aangifte verwijderd worden. Om de gegevens van de huidige aangifte voor een productgroep in één keer te verwijderen, klik je op het vuilbakje naast de titel van de productgroep. Als je op Gegevens opslaan klikt, dan bewaar je alles wat je tot nu toe hebt ingegeven, maar je aangifte is wel nog niet doorgestuurd aan Valipak. Dit laat je toe om zaken na te kijken en je aangifte later nog af te werken. En zo gaan we verder voor de aangifte van alle types verpakkingsverantwoordelijkheden. Laat ons nu naar de tweede stap gaan. Bij de eenmalige verpakkingen gaf je recycleerbaar kunststof met recyclaat aan.
In stap 2 vragen we je de details in te vullen. Dit laat ons toe om je bonus te berekenen voor het gebruik van kunststofverpakkingen met recyclaat. Gaf je bij de eenmalige verpakkingen geen recycleerbaar kunststof met recyclaat aan, sla dan deze stap gewoon over. Als ondersteuning geeft My Declaration op deze pagina het totaalgewicht recycleerbaar kunststof met recyclaat en het gewicht per type verpakkingsverantwoordelijkheid die je in de vorige stap hebt aangegeven. Klik op het plusteken in de kolom Leverancier My Recycled Content en selecteer de leverancier waar je het verpakkingsmateriaal hebt aangekocht. Vind je jouw leverancier niet in de lijst terug? Neem dan contact op met Valipak. Vul ook het type kunststof, het gewicht aan kunststof met recyclaat en het percentage aan recyclaat dat in de verpakking aanwezig is in. Herhaal deze stappen als je verschillende types verpakkingen hebt en of verpakkingen hebt aangekocht bij een andere leverancier. Het totaalgewicht kunststof met recyclaat moet per type verantwoordelijkheid overeenstemmen met het gewicht van ditzelfde materiaal dat je bij de eenmalige verpakkingen in de vorige stap hebt ingevuld. Heb je bij de eenmalige verpakkingen recycleerbaar kunststof met recyclaat ingevuld in andere types verpakkingsverantwoordelijkheid, herhaal dan deze stappen. My Declaration berekent meteen de bonus die je via een korting op jouw factuur zal ontvangen. Via de knop Excel Export kan je al deze gegevens ook exporteren naar een Excel-bestand. In de volgende stap geef je de herbruikbare verpakkingen aan. Het principe is identiek als voor de eenmalige verpakkingen. Is dit je eerste aangifte? Geef dan de verschillende herbruikbare verpakkingen in. Gaf je vorig jaar al een aangifte in met herbruikbare verpakkingen, dan zijn de gegevens van de vorige aangifte zichtbaar op het scherm. Je hoeft dan enkel de aantallen voor de huidige aangifte in te vullen of een nieuw materiaal toe te voegen en het aantal in te vullen. Vind je het type materiaal niet in de lijst van verpakkingsmaterialen terug? Klik dan op Andere, vul een omschrijving in van het type verpakking en alle gevraagde detailgegevens voor deze verpakking. Zodra je alle gegevens over de herbruikbare verpakkingen hebt ingevuld, geeft stap 4 je een samenvatting van de aangegeven materialen. In één oogopslag zie je niet alleen de verschillen met de vorige aangifte, maar ook het bedrag van je bijdrage, inclusief de bonus voor de kunststofverpakkingen met recyclaat. Ook hier kan je via de knop Excel Export alle gegevens exporteren naar een Excel-bestand. De vijfde stap betreft de groepsdeclaratie. Door een groepsdeclaratie in te vullen, vermijd je dat alle bedrijven die deel uitmaken van eenzelfde groep elk apart een aangifte moeten indienen. Doe je een gezamenlijke aangifte, dan moet je hier de gegevens van de andere bedrijven invullen. Je moet ook het percentage van het tonnage vermelden waarvoor elk van deze bedrijven verantwoordelijk is. Gaat het om een nieuw bedrijf? Klik dan op Toevoegen. Vul de gegevens van het bedrijf in, evenals het percentage, en klik op Save. Stond een bedrijf al in je vorige aangifte? Klik dan op het icoontje rechts en geef het percentage in van het tonnage waarvoor dit bedrijf verantwoordelijk is. Herhaal dit voor alle bedrijven die opgenomen zijn in de groepsdeclaratie. Om een bedrijf te verwijderen dat niet langer tot de groepsdeclaratie behoort, klik je op Verwijderen. Opgelet, vergeet het tonnage van het hoofdlid niet in te geven. Het totale percentage moet uiteraard gelijk zijn aan 100%. Laat ons nu naar de zesde en laatste stap van de aangifte gaan. Hier overlopen we de gegevens van je bedrijf. Zijn er wijzigingen? Dan kan je de gegevens eenvoudigweg aanpassen door op Wijzigen te klikken en de aanpassingen op te slaan. Via de knop Opmerkingen toevoegen kan je bijkomende informatie over je aangifte verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging in de verpakkingsmaterialen, een groot verschil tussen je huidige aangifte en de vorige, of een wijziging van je activiteiten. Je kan ook een bijlage of een link naar een document toevoegen om dit alles te staven. Dit helpt ons bij het verwerken van je aangifte. Klik op Save om de opmerking te bewaren. En nu nog enkel je aangifte doorsturen. Dit doe je door op Declaratie indienen te klikken en het verzenden te bevestigen. Ziezo,
Je aangifte is nu ingediend en zal door onze medewerkers worden verwerkt. Hebben ze bijkomende vragen, dan stellen ze die via My Declaration. Je ontvangt dan een mail met een link naar de aangifte in My Declaration. Wanneer je op de aangifte klikt, opent een pop-up scherm waarin je de vraag kan lezen. Je kan de vraag onmiddellijk of later beantwoorden. In het laatste geval klik je op Later beantwoorden. Je kan de aangifte raadplegen en, indien nodig, aanpassen. Vergeet niet om ze vervolgens opnieuw door te sturen. Hiervoor klik je in de laatste stap op Declaratie indienen. Zodra je het doorsturen hebt bevestigd, verschijnt het pop-up scherm opnieuw en kan je eventueel bijkomende informatie verstrekken. Klik op Save om het doorsturen nogmaals te bevestigen of op Annuleren als je nog iets wenst aan te passen. In het overzicht van de declaraties krijgt de aangifte opnieuw de status ingediend en de Valipak-medewerker kan ze nu verder afhandelen.